In het pand op de Nassau Singel 3 komen 50 shortstay woningen. Het gaat om het voormalige pand van Bergland Uitzendbureau. Op maandag 29 november begint het Groesbeekse bedrijf Gosselink met het verwijderen van asbest. Daarna wordt de rest van het pand voorbereid op de bouw van de 50 woningen. In die woningen mag maximaal een half jaar verbleven worden. Eerder was er sprake van de bouw van een nieuw hotel, maar die plannen lijken nu van de baan. Vrijdagavond wordt traditiegetrouw het jaarlijks Nimwegs Dicté georganiseerd. Het thema van dit jaar is Grottig fietsen. De deelnemers strijden om de felbegeerde gratis van Nimwegen bokaal. Het Dicté wordt gecombineerd met de Nijmegen quiz Kwes het niet. Jan Roelofs presenteert het Dicté en wordt daarbij geassisteerd door Ronald Micho. Voor de 18e keer het Nimwegs Dicté moet je eigenlijk zeggen. En dat betekent dat we proberen de Nimwegse taal, een wijk, streek, regionaal dialect, een beetje toch toegankelijk te houden tot de lengte van jaren, want anders sterft het uit.